Ik voel me niet zo lekker de laatste tijd. Of nou ja, fit. Ik zit gewoon niet zo fijn in mijn vel. Zo, en aan de achterkant hebben we een open logie. En ik sta in de keuken met mijn sissy. Kom je erbij? Hallo. Hi. Oh my god, hoe onhandig is dit? Echt jongens, het regent zo hard. Het onweer. Het waait als een malle. Het is echt... Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Je hoort het goed, middag, want het is al maandagmiddag. Ik ben even de laatste hand aan het leggen aan mijn nieuwe video die zo meteen online komt. Roos is achter me ook bezig met school. En in mijn nieuwsvideo ga ik een dag lang alleen maar het eten eten wat de persoon voor mij ook eet. Dus eigenlijk bepaalt de persoon voor mij wat ik moet gaan eten. Het is best wel een leuke video geworden, ik heb hem bijna klaar. Ik zal hem ergens even in ietsje linken, zodat jullie hem kunnen checken. Verder hoef ik vandaag niet heel veel te doen. Ik hoef alleen maar een videootje te maken voor een campagne en that's it. Dus ik ga even bezig met deze video. Dan ga ik de andere week nog alvast editen. En ik hou jullie even op de hoogte. Doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog. Vergeet je om niet te abonneren. En heel veel plezier met kijken van de weekvlog. Hoi allemaal, het is inmiddels al avond. En ik wil jullie allemaal ten eerste even heel veel liefde geven voor alle leuke en positieve reacties op mijn nieuwe video. Waarin ik dus... de persoon voor mij een dag lang liet bepalen wat ik moest eten. En het is best wel een leuke video geworden. Mocht je hem niet gezien hebben, check even het ietsje hierbovenin. Het is echt een leuke video geworden. En ik vind het heel erg leuk dat jullie er allemaal zo positief op reageerden. Dus dank je wel daarvoor. De reden dat ik vandaag niet zo heel veel gevlogd heb. Voor de mensen die mijn Insta-story een paar dagen geleden gezien hebben. Of in ieder geval voor als jullie deze vlog kijken, is het een paar dagen geleden. Ik voel me niet zo... lekker de laatste tijd. Of nou ja, fit. Ik zit gewoon niet zo fijn in mijn vel. En daarom vind ik het soms moeilijk om dan, zoals nu, de camera erbij te pakken. Of op dagen dat ik dan niet heel veel energie heb voor dingen, vind ik het gewoon moeilijk. Om dan juist wel leuke dingen te gaan doen. Om de weekvlog een beetje leuk te maken. Dus dat is hetgeen waar ik op dit moment een beetje mee zit. En ik vind het vooral heel erg moeilijk om op social media te delen. Omdat ik juist graag een platform wil zijn. Of nou ja, tenminste social media kanalen wil hebben. Waar mensen naartoe kunnen gaan als ze zich niet chill voelen. Of als mensen ergens mee zitten. Ik wil geen kanaal zijn waarop alleen maar gezeur is en negatief gedoe. Zo ben ik niet. Zo zit ik niet in elkaar. En dat is ook absoluut niet hetgene wat ik wil uitstralen. Maar ja, goed. Ik wil ook realistisch met jullie zijn. En ik wil ook de minder chille dingen met jullie delen. Dus dat is een beetje de reden dat ik het jullie nu gewoon vertel. Ik ga zo lekker slapen in ieder geval wel. Want ik heb denk ik echt even die slaap nodig. Want je kan het wel aan me zien. Looking not so flawless. Dus ik ga zo meteen lekker slapen allemaal. En voor de mensen die het vroegen in de reacties van mijn vorige weekvlog. Of nou ja, die komt nog niet online. Maar ik kreeg heel veel DM's. Dit is het bandje wat ik gisteren gekocht heb. En het ziet er dus zo uit. Ik vind hem heel erg mooi. Ik ben heel erg blij mee. Maar goed, ik ga dus nu lekker proberen te slapen. Even kijken of dat lukt. Want ik heb echt heel veel hoofdpijn. Dus lekker proberen te slapen. Sorry voor de negativiteit. Hopelijk voel ik me morgen al beter. En slaap lekker allemaal. Doei doei, tot morgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb net even lekker ontbeten. Ik heb wat beelden ingeladen voor de vlog die vanmiddag online komt. Die moet ik nog even editen. En ik heb een heel erg leuk pakketje van Chiquelle binnengekregen. Nu heb ik de verpakking al er even afgehaald. Maar ik wou het jullie toch even laten zien, omdat jullie dat altijd heel erg leuk vinden. Even kijken, ik moet alles nog passen. Maar ik had daar nu niet zoveel zin in, omdat ik net een outfit aan had. Dus ik had zoiets van, nou oké, dit pas ik vanavond of zo wel even. Als eerste hebben we een zwarte jumpsuit, zeg maar. Die is dan hier gewoon met zo'n halsje. En hij loopt lekker lang door met flared broek. Dus een flared onderkant bedoel ik. Deze jumpsuit. Dan hebben we een zilveren glittertop met off-shoulders. Dus je kan heel erg leuk zo off-shoulders dragen. Ook lekker lange mouwtjes. Heel erg cute voor op een zwart rokje of zo. Dan hebben we een zwart basic jurkje. Die ik best wel cute vind. Ik moet even kijken hoe die is als ik hem aan heb. Want het heeft hier van die strikjes. Maar het lijkt een beetje een soort van, ja, goedkope kwaliteit deze. De rest ziet er allemaal redelijk uit. Maar deze weet ik niet. Dus die moet ik even passen voordat ik dat weet. En we krijgen een berichtje binnen. Doe even de telefoon uit, want ik krijg allemaal berichtjes binnen en ik kan er niet mijn verhaal doen. Dan heb ik een wit colletje. En ik wou even weer zo'n basic colletje erbij, omdat ik het altijd wel handig vind. Onder bijvoorbeeld, ik heb zo'n
ja, hoe heet dat, zo'n jeansjurkje. Vind ik dan altijd wel leuk onder. Ik vind het wel leuk op gewoon een basic broek, op een rokje. Dus ik dacht even een basic wit colletje. Nu krijg ik heel vaak de vraag welke maat kleding ik draag. En eigenlijk alles tot hier nu toe is maat S volgens mij. Kan misschien een dingetje M tussen zitten, maar eigenlijk is dat S. De blouse is ook S, alhoewel die best wel echt huge lijkt. Dus ik ga die straks even passen, kijken hoe die zit. En dan tot slot hebben we nog een heel cute blouseje. En het is ook een maatje S. En deze heeft zo'n, kijk, hij heeft best wel een wijde hals. En hij heeft dan onderaan twee van die touwtjes die je zo kan knopen. En dan heb je zo'n leuk effect. Vind ik wel, ik vond het wel cute, zeg maar. Vooral ook dat printje en zo. En hij is natuurlijk korte mouwen, dus dat is lekker voor in de zomer. En ja, dit is eigenlijk alles. Ik ga straks even passen. Ik heb nog één dingetje, zie ik. Ik heb ook nog een witte bikini uitgekozen, omdat ik dat altijd wel mooi vind. Nu weet ik niet hoe deze mij staat, maar ik moet dus vanavond even alles passen, want daar had ik nu echt geen zin in. Dit is het topje en ik denk niet dat ik deze amazing vind. Ik heb trouwens van bikinis et cetera altijd een M, voor de mensen die dat willen weten. Hij zit zo, zeg maar. En het is wel heel stevig, want hier, zeg maar zo, het is niet troep of zo, dus dit zit sowieso goed. En ik heb ook nog een broekje. Ook nice, dus ik ga alle kleren straks even passen. Ik ga zo meteen beginnen met de vlog edit, want heb ik dus al een klein beginnetje aan gemaakt. Maar ik moet even opschieten, want het is al 1:15 en anders ga ik die vlog nooit meer redden voor 4 uur. Dus ik ga even editen, ik ga dit allemaal opruimen. En ja, dan spreken jullie straks alweer. Ik zit nu lekker buiten en ik ben de vlog aan het editen en het is echt heerlijk weer. Het is echt gewoon, zeg maar, gisteren, ja, nee, zondag bedoel ik, was gisteren maandag, was het echt super warm en eigenlijk een beetje te warm. Maar nu is het eigenlijk heel erg lekker weer, dus vandaar dat ik ook lekker buiten zit. Ik ben dus een vlog aan het editen, zoals ik net al zei. En ik kreeg heel veel vragen over wat nu mijn uploaddagen waren. Dus ga ik jullie even uitleggen. Ik upload een vlog op dinsdag 4 uur. Ik upload de tweede week vlog op vrijdag 4 uur. En mijn gewone video komt dus normaal gesproken zondag 12 uur. Maar dat redde ik nu niet. Dus vandaar dat ik naar maandag was verplaatst. Dus dinsdag 4 uur, vrijdag 4 uur en zondag 12 uur. Dat zijn de uploaddagen. Ik ga nu nog heel snel knallen met de edit. Want ik heb nog een uurtje voordat hij online moet. Hopelijk red ik het allemaal. Dus even snel knallen. Oh my god, hoe onhandig is dit? Ik was een appje aan het lezen. En ik had zeg maar een glas drinken in mijn handen. Had ik net nieuw gepakt van binnen. En ik had zeg maar zo dat glas vast. En ik zet hem zo precies op dat randje neer. En ik dacht dus dat ik hem neerzette. Maar toen viel het dus helemaal om. Nou, as you can see. Nu zit natuurlijk het hele blad onder Icy Green. Super nice. Nu moet ik dit eerst weer gaan opruimen. Ik heb de vlog editen op tijd trouwens gered. En ik ga nu even wat mailtjes beantwoorden. Ik had wat dingen openstaan. En nou ja, dat is straks lekker eten. Maar eerst even deze bende opruimen. We hebben inmiddels lekker gegeten. En ik ging het echt stuk, want Milou en ik moesten naar de winkel toe om even wat dingen te halen. We moesten wat iced tea halen. En we dachten, oké, we nemen gewoon direct even wat pakken mee. Dus we hadden 10 pakken, maar Milou de fiets was kapot. Nou, dat ging fantastisch. Kijk maar even mee hoe dat ging. Ja. Het gaat echt binnen nu. En een paar seconden wacht ik dat voor laten zien. Niet op mijn hand. Dit gaat echt zo meteen zo hard afbreken. Hoeveel liter zit er in één pak? 1,5. En je hebt 10 pakken, dus je hebt 15 liter in die krat. En die krat is al kapot. Hij mag dus, maar 10 kilo. Goed luck, Milou. Easy. Het is inmiddels een stuk later. Het is namelijk echt al 11:30 of zo. En ik zit lekker op mijn bed. Ik ga zo lekker slapen, maar het regent buiten. Echt jongens, het regent zo hard. Het onweert. Het waait als een malle. Het is echt, dit weer is echt hysterisch. En vooral omdat ik vanmiddag nog zei, oh, het is zulk lekker weer. Het is zo lekker warm. En ja, in Nederland moet het blijkbaar altijd zo zijn dat op een dag, als het echt heel erg lekker weer is geweest, dan moet het altijd die avond of die dag daarna helemaal weer fout zijn. Allemaal regen, onweer, zo direct. Dus ja, hopen dat het morgen wel weer lekker weer wordt. Ik ga voor nu in ieder geval lekker slapen en tot morgen. Doei doei! Hallo allemaal, het is vandaag weer woensdag en ik sta in de keuken met mijn sissy. Kom je erbij? Hallo. Hi. Wat zijn we aan het maken? Arretjes cake. Voor de mensen die dat niet kennen, het is iets met ja, chocola, biscuitjes, van alles. En we hebben dit echt heel lang niet meer gemaakt. Nee. En we zagen net toevallig een filmpje van iemand die dat gemaakt had. En toen hadden wij er ook heel veel zin in. Ja. Dus we zijn het nu aan het maken. Ik ben heel benieuwd of ik dit nog lust. Ik heb het echt heel lang niet meer gegeten. Volgens mij is het wel lekker, maar ik moet niet zoveel gewoon. Nee, dan wordt het volgens mij een beetje misselijk. Ja. Maar ik moet nu de biscuitjes pletten met een deegroller.
Nou, aangezien ik super sterk ben, is dit natuurlijk easy job voor mij. Nee, ik ben echt niet sterk. Dus wij gaan dit even maken. En dan moet het in de koelkast. Dit moet ook niet in de oven. Dus dat is eigenlijk best wel gek. Dat is wel logisch eigenlijk. Ja, maar meestal doe je het wel in de oven. Dus wij gaan het even maken. En dan zijn we straks weer terug met het eindresultaat. Onder het mom van ik laat altijd dingen vallen, maak altijd dingen kapot. Amazing. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer donderdag. En ik sta even in de keuken. Want ik wou jullie nog even laten zien hoe onze ammetjescake van gisteren is geworden. Want dat heb ik niet laten zien. Ik heb gisteren ook niet heel veel meer gevlogd, maar dat kwam omdat ik mijn camera in de auto had laten liggen. Dus ik kon niet zoveel en ik wou niet met mijn telefoon, want dan wordt de kwaliteit weer niet zo goed. Dus zodoende, ik heb hem hier, ik ga hem jullie even laten zien. Oké, kijk, het is zo geworden. En het is gewoon chocola met biscuit en dingetjes. Nu moet ik wel zeggen, ik heb gisteren een klein stukje geproefd. En ik vond hem niet heel lekker. Of in ieder geval, ik heb wel iets beter gegeten. Dus het is niet helemaal geslaagd. Maar goed, ik ga zo meteen even naar de stad toe, want ik heb vanavond mijn eindexamengala van school. En ik moet nog even wat dingen halen, dus ik ga zo meteen even naar de stad toe. Ga ik dat even halen en dan ga ik me ready maken voor het gala natuurlijk vanavond. Ik zal straks even laten zien welke jurk ik aandoe, hangt in mijn kamer. Maar eerst ga ik even naar de stad toe. Ik heb me inmiddels helemaal klaargemaakt en ik ben ready om naar het gala te gaan. Ik heb niet meer zoveel gevlogd omdat ik best wel haast had, want het was ineens super laat. Maar ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb... Nou, mijn haar gewoon lekker usual gesteld. Ik heb een jurkje van Chicel met lekkere glittertjes. Ik moet ze even goed doen. Zo, en aan de achterkant hebben we een open ruggie. Toppie, let's go! Hoi allemaal, daar ben ik weer. Wel in een hele andere status als net. Maar het is inmiddels alweer de volgende dag en ik was net de vlog aan het editen. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet echt een goede afsluiting heb gemaakt voor jullie. Dus ik dacht, nou, ik doe het nu even. Ik heb dus gisteravond mijn gala gehad, het was heel erg leuk. Nu heb ik hier helaas niet te veel kunnen filmen of eigenlijk helemaal niks. In verband natuurlijk de privacy met andere leerlingen en andere mensen die daar waren. Wel heb ik een hele leuke avond gehad en wil ik bij deze ook de vlog afsluiten. Vond je de vlog wel leuk? Dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!